Hallo beste korfliefhebbers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wikkie's Tips & Tricks. Enige tijd geleden heb ik laten zien hoe je een set versie samples in je Korg PA keyboard kon laden en wat een leuke toevoeging dit dan aan je keyboard was. De samples waren van de versie Helios en de versie Spectra en ze waren gemaakt door mijn goede vriend Chris van Lommel, welke tevens productspecialist is bij de Korg importeur voor de Benelux. En hij gaf me toestemming de samples te delen met andere bezitters van Korg PA keyboards. En velen van jullie hebben dan inmiddels ook die sounds in je keyboard zitten. Nou, waar ik nou benieuwd naar ben, is hoe deze samples klinken in de splinternieuwe Korg PA5X. Ik zou zeggen, laten we ze maar snel gaan inladen. Nou, om te beginnen pakken we natuurlijk de USB-stick waar de samples op staan. Kijk eens aan, hij herkent hem al. Dan drukken we op File. We drukken op Menu. We drukken op Import. En dan kunnen we hier eerst de Source instellen. Nou, de Source is natuurlijk de USB-stick die we in het slotje hebben gestoken. Kijk eens aan, daar is die USB-stick. Dan selecteren we de versieset. Hier is die PA1000 versieset. Gaan we weer terug. En dan selecteren we de plek waar die komt te staan. Nou, ik wil hem op de Korg disk hebben. Ik wil hem in mijn wikiset hebben. Zo. En dan druk ik op. Kan je ook zelfs nog de naam invoeren, hoe die moet heten. Maar goed, ik wil het gewoon PA1000 versieset laten heten. En dan druk ik op import. En daar gaat hij. Nou, eventjes wachten tot het erin zit. Je ziet, het gaat vrij snel, ondanks dat er toch behoorlijk veel samples zijn. Wachten duurt altijd lang. Nou, daar is die. Import completed with success, zegt het keyboard. Dus laten we nu maar eens kijken of ze dan ook in het keyboard zitten. We gaan eventjes naar de sounds toe. Hè. Dus hij staat nu in de player en song, de style player en in de song mode. Maar we gaan eventjes naar de single sounds toe. En hier kan je dan even kijken in de user. Je ziet ze al staan. De Helios klanken en op 2 de Spectra klanken. Nou, even kijken of ze het ook echt doen. Klinkt natuurlijk heel bekend. Ik zou zeggen, laten we dus maar snel eventjes een liedje mee gaan spelen.
Zoals je ziet gaat het inladen van zo'n soundset een stuk makkelijker bij de PA5X dan bij de voorgaande PA-modellen. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de bouwers en de programmeurs van de PA5X alles in het werk hebben gestoken om de bediening van dit keyboard een stuk simpeler te maken dan de voorgaande PA-keyboards. Tot zover deze aflevering van Wiki's Tips & Tricks. Bedankt voor het kijken. En wellicht weer tot een volgende keer. Dag!